don't give up, just hold on tight, it'll be alright. Good morning, jongens. Nou, het is woensdag alweer. Ik heb niks gevlogd afgelopen dagen. Sorry. Nee, ik had even geen zin erin. Er is ook van alles hier gaande geweest. Ja. Gedoetjes. Mensen die het graag een ander moeilijk maken om... Ik weet niet eens om wat voor redenen. Volgens mij heb ik daar ooit wel eens eerder iets van genoemd. Nou ja, er was weer een en ander voorgevallen. Dit keer niet alleen naar mij, maar ook naar iemand anders. Gedoe, jongens, gedoe. Ik kan mezelf aankijken in de spiegel. Ik weet dat ik niks verkeerd heb gedaan. Ja, maar goed. Kaidi neemt vanmiddag een vriendje mee naar huis. Was gevraagd of die gelijk met ons mee kon. Nou, dat kan wel. Dus die gaat mee en ik moet eigenlijk nog eventjes langs de winkel ook. Maar dat doe ik wel even samen met ze. Dat vinden ze altijd heel erg leuk. We kunnen zo naar de Aldi lopen hier. Dus dat doen we wel even met z'n drietjes. Het is in ieder geval dus woensdag. Nou, ik had gisteren ellende met de McDonald's. En dat is zo hoog opgelopen dat ik een verbod kreeg voor een jaar. Ja, dus ik heb het hoofdkantoor gebeld vandaag. Nou, die zijn het daar absoluut niet mee eens. Met het hele gebeuren niet. Ze had echt zoiets. Ik ben blij dat je me gebeld hebt. En ik ben blij dat je de klacht hebt ingediend. Ze zegt, want dit kan echt niet. Wat ik wel kan vertellen is, er miste iets. We hadden wat besteld en er miste wat. Iets kleins, hè? Een cheeseburgertje. Maar goed, wel net het dingetje voor Kai. En dat is wel vaker bij die, dat is McDonald's Noord. Ga ik nooit meer heen. Dat kan ik je wel zeggen. Het is daar wel vaker als we dan bestellen en het komt van Noord. Want je hebt er in het centrum ook één, in Zuid zit er ook één. Soms krijgen we het ook uit het centrum geleverd. Waarom weet ik niet. Meestal vanuit Noord. Nou, het gaat bijna elke keer fout. Er mist altijd wel iets. Of de sausjes missen, of de mist zoals nu een burger. Dus er gaat altijd wel iets fout. Maar normaal gesproken bel ik ze dan op en dan zeg ik, joh, dit of dat zat er niet bij. En dan wordt het nageleverd. Nou, prima. Weet je, iedereen kan fouten maken, het zal vast druk zijn. Maakt allemaal niet uit. Alleen, het is wel heel vaak nu gebeurd. Dus nu het weer gebeurde en wederom bij iets wat Kai had besteld... Ja, ik had hem al hangen. Dus ik was al wat chagrijnig toen ik ging bellen. Maar goed, in eerste instantie gewoon gezegd... joh, we missen een cheeseburger plus de patatjeslagen op de kop in de zak. Zouden jullie nieuw willen brengen? Nou, dat kon helemaal niet. Het werd moeilijk gedaan. Dus ik werd al steeds een beetje bozer. En ik heb gewoon gezegd van ja, maar ik heb ervoor betaald... Ik wil gewoon natuurlijk wel mijn eten hebben. En ik zeg, ik zit hier met een kind van 6. Die moet straks ook nog eens naar bed. Ik zeg, dan is het ook nog eens zijn ding wat niet geleverd is. Wat al vaker is gebeurd. Ik vind dat zielig. Ik zeg, ik wil het graag alsnog geleverd hebben. Ik heb ervoor betaald. Moeilijk gedaan. Ze gingen door me heen praten. Op een gegeven moment kreeg ik te horen dat ik thuis... Ik moest allemaal via thuis bezorgd. Het werd gewoon compleet afgewimpeld. Nou, uiteindelijk prima. Dan bel ik thuisbezorgd. Dus wij zoeken naar een nummer van thuisbezorgd. Nou, we hadden gegoogeld en wij konden eerst niks vinden. Uiteindelijk hadden we een nummer gevonden, dus die ben ik gaan bellen. Krijg ik een bandje en dat bandje eindigt met... we gaan nu de verbinding verbreken en dat je het dus op internet moet regelen. Dus ik ga naar internet, weer zoeken op hun site. Ik heb in de app gekeken... Hoe kan ik in godsnaam in contact komen met thuisbezorgd? Nou, wij konden het dus niet vinden. Dus ik ben weer gaan bellen naar de McDonald's. Ik zeg van, nou ja, zus en zo, ik wil graag mijn eten nu. Ik zeg, jullie zeggen thuisbezorgd. Ja, die heb ik geprobeerd. Ik heb het nummer gebeld wat we hebben gevonden. Ik heb op de website gekeken, ik heb in de app gekeken, maar ik kan verder ook niks vinden. Ik zeg, dat nummer, ja, daar krijg ik gewoon niemand thuis. En die wordt gewoon afgesloten met we gaan nu afbreken. En ik zeg, daar kan ik niks mee, maar ik wil wel mijn eten. Ik zeg, want ik zit nu al een tijd met een kind hier wat geen eten heeft. Gaan ze weer moeilijk doen.
weer en door me heen praten. En ik heb al een paar keer aangegeven dat je bij thuisbezorgd moet zijn en bla bla bla. Hij bleef maar doorgaan. Ik denk, ja, kom op. Ik zeg, ja, maar dat lukt dus niet. Dus zeg me dan hoe ik het dan kan oplossen. Want ik wil gewoon mijn burgertje voor mijn kind. En in het uiterste geval gewoon mijn geld terug. Maar ik wilde het liefst gewoon dat burgertje voor Kai. Nou, ze bleven moeilijk doen. Ze bleven door me heen praten. Ik werd steeds bozer. Dus op een gegeven moment weer over thuisbezorgd. Ik zeg, nou prima, geef me dan een nummer. Nou, wij eerst nog weer dat nummer wat we hadden geprobeerd. Ik heb weer naar McDonald's gebeld. Ik zeg, nou, we hebben het nog een keer geprobeerd. Zus en zo is het geval. Zeg me wat ik moet doen, want ik wil die burger. En weer gezeik. Ja, uiteindelijk, ik was zo pissig. Nou ja, van diegene kreeg ik dus weer een telefoonnummer. Maar dit was een ander nummer. Nou, prima, probeer ik het andere nummer. Ik het andere nummer bellen, krijg ik goddorm hetzelfde bandje. Ik denk, are you freaking kidding me? Dus ik weer de McDonald's gebeld. Nou, toen deden ze helemaal onaardig. Ja, toen ben ik onaardig terug gaan doen. En ik heb ook op een gegeven moment heb ik echt opgehangen met wat een kutbedrijf. En volgens mij heb ik ook nog kutjongen of zo gezegd. Maar in ieder geval, ja, ik was super boos. Nou, dat ben ik echt niet snel hoor. Dat ben ik echt niet snel. Maar als het maar door blijft gaan, ja, op een gegeven moment trek ook ik dat niet hoor. Dus ik werd boos en mijn kind zat hier helemaal sip te zijn omdat hij zijn burger niet had. Ik denk, weet je wat, ik rijd er naartoe, dan haal ik hem wel op. Want ze hadden ook nog genoemd van, ja, we kunnen nu ook niemand regelen van thuisbezorgd, want zo werkt dat niet en bla bla bla. Moeilijk, 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 moeilijk. Ik zeg, ja, ondertussen heb ik wel betaald. Ja, dan moet je morgen thuisbezorgd bellen. Ik denk, ja, kom op. Dus ik ben erheen gereden. Ik zet jullie even neer hoor, ik krijg een lamme arm. Nou, dus ik denk, ja, nou dan rijd ik erheen en dan haal ik het wel op. Dus ik was vrij pissig hier de deur uitgelopen. Want ik denk, ja, die burger die ga ik krijgen ook. Ik heb ervoor betaald. En ik kom daar binnen, eerst al een jongen aan de balie. Dus ik zeg, nou zus en zo, ik kom die burger, ja, daar weet ik niks van, dan moet je bij mijn baas zijn. Ik zeg, oké, is prima. Ik zeg, maar waar is die? Ja, die staat daar aan de balie, dus die was met de klant bezig. Dus ik ben daar gaan staan, netjes gewacht tot hij klaar was met zijn klant. Nou, hij was klaar en hij keek me aan. Ik zeg, hi, ik ben Esmeralda. Ja, jullie hadden me net aan de lijn, ik heb gebeld. En ik heb al gezegd dat je bij thuisbezorgd moet zijn en we hebben alles al 10 keer uitgelegd. En gelijk heel belachelijk doen. Ik denk, wat? Ik zeg, ja, maar ik kom hem nu ophalen. Ik zeg, ik kom een cheeseburger ophalen. Nou, ging die weer. Nee, dat gaat zo, werkt dat niet en dat kan niet zo. En ik zeg, jawel. Ik zeg, ik heb hier de bon op mijn telefoon. Ik kan je laten zien dat ik betaald heb. Dus heb ik recht op mijn cheeseburger. Het is niet zo dat ik een gratis cheeseburger kom halen. Ik heb gewoon betaald. En hij zat er niet bij. Nou, op een gegeven moment werd hij boos. Staat hij voor mijn neus met een papiertje te zwaaien. Ik kon niet eens zien wat erop stond. En dat hij de politie ging bellen. Ik zeg, nou prima, doe maar. Ondertussen ben ik zelf ook de politie gaan bellen. Het hele verhaal uitgelegd en gezegd, ik wil gewoon mijn cheeseburgertje. Ik zeg, ik wil gewoon mijn cheeseburgertje. Als ze me gewoon de cheeseburger waar ik voor betaald heb meegeven, is het klaar. Ik zeg, dan is er niks aan de hand. Dus nou, politie kwam en nou, super aardige lui hoor, dat wel. Maar ja, met hem de keuken in, die mensen. En nou, na een hele tijd wachten kwamen ze uit de keuken met die formuliertjes. Ik denk, nou, het zal wel. Heb ik een verbod? Ik mag niet meer op het terrein komen in, bij alle McDonald's in Zwolle, Heerden en Kampen. Als ik alleen al op het terrein gespot word, kan ik dus een probleem krijgen. Nah, are you freaking kidding me? Ik zeg tegen die agent, serieus? Ik zeg, naar aanleiding van wat? Ik zeg, dit moet toch een gegronde reden hebben? Als ze zo, hij zegt, ja, helaas niet. Hij zegt, als jij je buurvrouw niet leuk vindt, kun je ook een verbod aanvragen. Mag ze ook niet eens bij jou in de tuin stappen? Ik zeg, meen je dat? Kan dat zo zonder goede reden? Hij zegt, ja, dat kan iedereen aanvragen. Hij zegt, dus ja, hij mag dit gewoon doen, helaas. Ik zeg, ja, maar dit is toch absurd? Ik zeg, ik wilde alleen maar mijn cheeseburgertje. En verder is er dan niks aan de hand. Ja, ik zou waarschijnlijk nooit meer terugkomen hier naar zulke service of niet-service. Ik zeg maar, ver meer dan dat zou er dan niet zijn. Ik zeg, ik heb ervoor betaald.
Dit is toch diefstal? Ja, nee, maar dan zul je toch inderdaad... ja, als zij zeggen dat je thuis bezorgt... Ja, dan zul je toch thuis bezorgen. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. En nou, op een gegeven moment stond hij naast me, fluisterde hij in mijn oor. Je kan nog wel gewoon bestellen, hoor, via thuisbezorgd. Want dat geldt hier niet voor. Ik zeg, oh, dus ik kan wel nog bestellen. Hij zegt, ja hoor, dat kan gewoon nog, zegt hij. Ik zeg, maar je denkt toch niet dat ik dat nog ga doen? Never, nooit. Hij zegt, nee, maar goed, dan weet je dat het in ieder geval kan. Hij zegt, ze mogen je dan niet weigeren. Ik zeg, oké, nou, goed dat ik het weet, maar ik ga dat echt niet meer doen. Ze kunnen mij echt die krijgen. Dus, nou ja, op een gegeven moment gaf ook die agent gaf ook aan wat je ook nog kan doen. Hij zegt, het hoofdkantoor zit ook in Zwolle, geloof ik. Hij zegt, het hoofdkantoor kun je ook bellen, kun je een klacht indienen. Hij zegt, dat kun je ook nog eventjes doen. Hij zegt, en ja, als je echt je geld terug wil, ja, dan zul je dus waarschijnlijk via thuisbezorg moeten doen. Want die kerel van de Mac, die zegt op een gegeven moment ook nog tegen mij, voor dit, zegt hij ook nog tegen mij, ja, maar je hebt bij de thuisbezorg besteld, hè? Niet bij ons. Ik zeg, pardon? Ik zeg, ja, ik heb bij thuisbezorg besteld. Ik zeg, maar dat bedrag komt uiteindelijk toch bij jullie. Ik zeg, jullie verkopen de zooi toch? Het is toch jouw eten wat jij verkoopt en jij krijgt er uiteindelijk toch het geld van. Dus koop ik toch iets van jullie? Ik zeg, thuisbezorgd levert alleen. Ja, bleef hij volhouden. Nee, ik had het thuisbezorgd besteld, dus ik moest mij met hun oplossen. Ik zeg, maar jullie maken de fout. Ik zeg, jij stopt iets niet in het zakje of een van je mensen. Ik zeg, jullie hebben de fout gemaakt. Dus dan moeten jullie dat toch aflossen? Moet je het niet gaan afschuiven naar thuisbezorgd? Ik zeg, dat is als er iets... He, met de levering op zich is. Ja, dat was ook niet zo. Maar goed, nou, die agent was het in ieder geval... ja, volgens mij was hij het wel met me eens. Alleen, ja, die kon verder niks. Dus, nou ja, ik heb sowieso gebeld naar het hoofdkantoor. Nou, wat blijkt, hij had dit nooit mogen doen. Zij zegt gelijk, ik ben echt blij dat je belt. Ze zegt, want dit mag echt niet. Ze zegt, dit is niet oké, zo gaan wij ook niet met onze klanten om. Ik zeg, nou ja, ik zal heel eerlijk zijn, ik heb ook, aan het eind heb ik ook wat eruit gegooid. Ik zeg, ik heb geroepen dat ik het een kutbedrijf vond en misschien nog iets. Ik zeg, maar ja, ik was boos. Ze zegt, ja, logisch. Ze zegt, je hebt betaald en dat hoor je te krijgen. Ik denk, nou oké. En op een gegeven moment zei ze dus ook, van nou, ik ben blij dat je het meldt, want hier gaan we echt wel werk van maken. We gaan dit uitzoeken, we gaan hier achteraan. Ze zei, want dit is niet oké. En toen heb ik nog uitgelegd van, nou ja, ben ik langs de Burger King gereden. En ik moest best wel lang wachten. Dus ik heb tegen die vrouw, had ik het er even mee over. En nou, die vrouw die zegt ook, nee, meen je dat, zegt ze. Ze zegt, nou, dat kan helemaal niet. Ze zegt, bij ons, mensen mogen niet eens thuis, of hoeven, ja, mogen niet eens thuisbezorgd zelf bellen. Ze zegt, dat is iets aan ons, dat regelen wij. Ze zegt, wij bellen dan met thuisbezorgd. Ze zegt, en wij zorgen hoe dan ook dat je die burger had gekregen. Ze zegt, dit is echt heel erg, dit is niet oké. Ik zeg, nou, zo gaat het dus bij de Mac, daarom sta ik nu hier. Ze zegt, ja, dat snap ik. Dus dat heb ik ook uitgelegd aan die meid bij van het hoofdkantoor, of vrouw, ik weet natuurlijk niet hoe oud ze is. Ze klonk jong, maar... Dus dat had ik ook nog verteld. Ik zeg, want zij zei op een gegeven moment ook van... ja, thuisbezorg is wel lastig, want contracten, bla bla bla. Ik zeg, hoe kan het dan dat andere restaurants het wel allemaal doen? En Burger King heb ik gesproken, zus en zo. Ja, ze zegt, dat is inderdaad... ze zegt, nou ja, weet je wat het is, zegt ze. Ze zegt, hoe wij werken, wat wij normaal gesproken doen... als iets niet bij je bestelling zit... ze zegt, dan brengen wij het zelf. Nou ja... Dus niet via thuisbezorgd, maar dan brengen ze het zelf. Ze zegt alleen als er dan toevallig niemand, zeker als je in de buurt woont. Ze zegt maar alleen als er dan bijvoorbeeld niemand is die op dat moment een auto heeft. Of als je echt wat verder weg zit. Ze zegt ja, dan kan dat vaak niet. Ze zegt dan geven we aan dat iemand het zelf ook mag komen ophalen. Nou, dat hebben ze bij mij allemaal niet gezegd. En ze zegt, als dat niet kan, om wat voor reden ook, dan zeggen we, kunnen ze contact opnemen met thuisbezorgd. Nou, dat is toch even een hele andere regeling dan hoe deze beste man het heeft gedaan. Vind ik wel. Dus nee, zij was not amused. Ze was er echt niet blij mee. Ze zegt, ik ga hier echt achteraan. Ze zegt, ik ben heel blij dat je dit hebt gemeld, want dit kan absoluut niet. Ze zegt, dit keuren wij absoluut niet goed.
Dus ik hoop dat hij flink op zijn donder krijgt. Ja. Nou ja, die cheeseburger. Ja, ik heb dat geld natuurlijk nog niet terug. Ja, ik kan thuisbezorgd gaan nog een keer gaan proberen te bellen. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Wat ik wel weet. Zwolle Noord, Mac Drive, McDonald's. Niet heen gaan. Echt, wat een ellende. Ik heb, als het vanaf Zwolle Centrum kwam, heb ik ook vaak gehad. Dan bleek dat het, waarom weet ik niet, maar dan kwam het vanaf Zwolle Centrum als ik bestelde. Als daar iets fout gaat, nou, die was aardig, die man. Die zei dan, dat is niet goed, je hebt ervoor betaald, je moet het gewoon krijgen. Sorry, excuus. Ik regel dat je het krijgt en als je in de buurt bent de volgende keer, laat het me weten, krijg je een gratis minuutje. Dat vind ik klantenservice. Dat vind ik netjes. En natuurlijk word je dan niet boos. Normaal word ik ook niet boos. Maar nu, dit is al zo vaak gebeurd. En elke keer toevallig ook bij Kai. Dus ik had hem al een beetje hangen. Plus dat ze gewoon gelijk, gewoon absoluut niet wilde helpen. Ja, sorry, vind ik echt niet oké. Maar goed, nou, wij zijn vanaf nu dus Burger King fan. Dus als wij Franse frietjes willen en een lekkere burger die ook nog eens veel lekkerder zijn dan van de McDonald's, vind ik. Ik vind het vlees veel lekkerder, de broodjes zijn veel lekkerder. Dus ik vind het niet erg en de Burger King zit ernaast bijna. Dus oversteken, dan ben je bij de Burger King. Dus ik ga never nooit meer naar de McDonald's, sowieso niet hier. Nooit, nooit meer hier, sowieso. Maar überhaupt, als ik kan kiezen in vervolg tussen een Mac of een Burger King, ga ik echt naar de Burger King. Oh, ik kan er nog steeds niet bij. Ik heb vandaag ook de politie nog teruggebeld. Ik zei, nou, zus en zo, hoofdkantoor zegt wel dit en dat. Ik heb gewoon gelijk. Ondertussen heb ik nu wel een verbod. Ja, maar ja, daar kunnen we nu niks aan doen. Ik zei, nee, is prima. Ik zei, maar ik wil wel even dat genoteerd wordt. Hij vond het wel goed dat ik het hoofdkantoor gebeld heb. Ja. Ik zeg ja, en die geven me dus ook gewoon gelijk. Dus ik hoop echt dat die vent flink op zijn flikken krijgt, eerlijk gezegd. Ja, tuurlijk word ik dan ook boos. Of kan ik ook boos worden. Het ligt er ook heel erg aan wat het is. Maar er zijn dingen zoals diegene die ons lastig valt. Ja, dat komt keer op keer terug. En er is elke keer wel weer iets. En ja, sorry, maar dat is heel vermoeiend. Dan ben je er op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Kijk, je zet je eroverheen. Zo gaat dat nu al jaren. Dat houdt een keer op. Ja, het hoort erbij. Ik had het ook niet kunnen noemen. Maar het hoort erbij. Het is gebeurd. En gelukkig heb ik gelijk gekregen. Alleen, ja, ik ben wel een paar euro lichter, maar ja. Het is wat het is. En die McDonald's hier, ik kwam er toch gelukkig al niet heel vaak. Ja, af en toe is met Kai, dat bijvoorbeeld naar zwemles of zo, reden we wel eens er langs voor een patatje even. Of langs de McDrive dan. Maar goed, dat ga ik nu niet meer doen. Dan rijden we gewoon langs de Burger King. Het maakt mij niet uit. De patatjes zijn praktisch hetzelfde. De burgers zijn lekkerder, dus ik vind het helemaal oké. Verder niks bijzonders, geloof ik. Nee, mijn nichtje was nog even langs geweest gisteren. Nou, dat was best even gezellig. En ik had dat nephaar had ik ontvangen. Nou, het is eigenlijk heel mooi. Ja, het leek heel echt. Ik heb het ook ingehad, maar ik heb het niet gefilmd. Ik heb het ingehad, maar de kleur kwam niet helemaal overeen met mijn haar. Wel met haar haar. Dus op een gegeven moment heb ik het bij haar ingeklipt. Ja, het stond super mooi. Het stond echt mooi. En het ziet er echt wel echt uit. Voor 5 euro of zo. Ik wilde gewoon kijken hoe dat was. Dus we zijn ook naar dat winkeltje gegaan. Toch om even te kijken. Maar ja, daar hadden ze op dit moment ook niet een goede kleur voor mij. Dan zou ik het eerst moeten kleuren. En dan teruggaan om te kijken. Bladibladi. Maar... Nou, ik denk niet dat ik het ga doen. Sowieso, die ik mooi vind, die zijn best wel duur nog. Ja, nee. Wie weet dat ik ooit het echt erin laat zetten. Dat moet je dan elke zoveel maanden, moet je dat wel weer laten ophogen, geloof ik. Maar
Nou ja, misschien dat ik daar een keertje naar ga informeren. Van, goh, wat kost het? En hoeveel maanden kan ik ermee doen? Ja, ik heb geen idee wat het kost. En of het kan met mijn haar. Want ja, nu valt het mee. Maar normaal is mijn haar best wel pluis. En ja, wie weet laat ik het wel gewoon een keer echt zetten. Ik weet het niet. Maar het moet in ieder geval dan iets zijn wat je haar niet zo beschadigt. Dat wil ik niet. En van het zetten vind ik dan weer het nadeel dat je niet lekker je haar kan borstelen en zo. Tenminste, dat denk ik. Ik heb ze ook aan haar gegeven. Ik zeg, nou, als je ze wil hebben, mag jij ze hebben. Nou ja, zegt ze. Dus die heeft ze nu. Ik weet niet of ze ze ook echt gaat gebruiken, maar het stond echt goed. Ja, het leek ook echt. En het paste echt mooi bij haar kleur. Dus, nou ja. Oh, ik heb trouwens inmiddels deze geproefd. Deze is dus gewoon van de supermarkt. Ja, ik weet ook niet of het goede is hoor. Het kan best zijn dat er heel veel troep in zit. Ik heb niet eens goed gekeken. Maar ik moet zeggen, als het je om de smaak gaat en puur wat eiwitten. En als de rest je dan niet zoveel uitmaakt. Deze is wel echt lekker lekker. Vanillesmaak, ik doe het altijd door de melk. Vind ik het lekkers, maar hij kan ook met water. En wat ik dus vaak doe is dat ik bijvoorbeeld een half... banaantje, kijk, ik heb het nu ook gedaan. Half banaantje heb ik erdoor. Ik doe mijn collageen erdoor. En als ik echt honger heb, doe ik er ook nog een klein beetje Brinta door. Dat heb ik nu niet gedaan. Maar hij is echt lekker. En hij is gewoon van de supermarkt. Ik denk dat het de Jumbo was waar ik hem heb gehaald. Dus ik weet ook niet meer wat die kostte. Maar nou, ik vind hem wel heel erg lekker. Dus ja, ik heb mijn leren broekje aan. En mijn lekkere trui heb ik er vanochtend even overheen gegooid. Ik weet niet of ik het aanhoud, ik denk het wel. Maar die heb ik vanochtend even snel aangedaan. Want dat doe ik meestal als ik Kai naar school breng. En dan ga ik wandelen met Manu. Dan doe ik gewoon even snel wat makkelijks. Dus dit is wat ik aan heb. Ik heb mijn Mala-ketting weer eens om. Mijn Mala-ketting. Ik dacht, die doe ik weer eens een keertje om. Vind ik leuk. Dus ik ga mijn kind ophalen. Nou, kindjes hebben leuk gespeeld. Ze hebben heel lang buiten gespeeld. Hartstikke goed. Ik ga even eten maken. We eten iets heel makkelijks. Niet heel gezond. Maar het zit wel gezond bij. Rode kool met appel. Uit de diepvries. Want dat is gezonder dan uit pot of wat dan ook. En ik doe wat rustirondjes. Ongezond, maar wel lekker. En we doen daar chipolata worstjes bij. En dan als het goed is rund. And that's it. Ik heb trouwens... dat op TikTok geplaatst. Ja, niks bijzonders hoor. Niks bijzonders, echt niet. Maar ik wil proberen om af en toe daar iets te plaatsen. Nog eigenlijk geen idee wat. Ik zou het wel leuk vinden om wat grappige dingen te doen. Maar ja, ik kan nooit wat bedenken. Weet je, grappige dingen. Ja, iets komt bij mij spontaan. Als ik echt ergens over na ga denken, wat zal ik eens doen? Dan weet ik het niet meer. En ik wil ook niet doen wat iedereen eigenlijk al doet. Op dit moment zou ik het nog niet zo goed weten. Maar dan weten jullie in ieder geval dat ik eindelijk een beetje op TikTok zit. Je moet echt de vriendenlijstjes even bekijken. Vooral als knappe mannen je benaderen. Want het stikte van de knappe mannen ineens. Ik dacht, wow, what's going on? Maar als ik er dan op klik, dan blijkt dus dat ze alleen maar vrouwen volgen. Ja, dus. Toen ben ik eens verder gaan kijken. Op een gegeven moment kreeg ik uitnodiging na uitnodiging. Maar ik had dan ook zo 40 uitnodigingen van één en dezelfde naam. Allemaal verschillende accountjes. Vaak 0 likes. Of maar een paar vrienden. Of weet je, er zit heel, 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 heel veel nep op TikTok. Ontzettend veel. Dat zeg ik veel meer dan op Instagram en Facebook.
Nou, daar ben ik best wel van geschrokken. Het is echt een sport op TikTok. Maar goed, als je daar een beetje op let en een beetje zo omheen gaat, ja, dan is het wel leuk. Dan is het wel leuk, ja. Ik heb er heel lang tegenaan zitten schoppen, maar het is best wel leuk. Ja, er zitten grappige dingen tussen. Ik moet even kijken wie ik allemaal ga volgen. Want ik heb wel bijvoorbeeld Dan Carity heb ik. Vind ik een leuke vent. Dus die volg ik. Ik had van Gerard Joling kwam ik een paar grappige tegen. Nou, niet dat ik nou zoveel met Gerard Joling heb, maar ik vond het wel heel grappig. Dus nou, die volg ik nu ook. Ik zag op een gegeven moment iets zelfs van Monica Geuze. Nou, dat is nou ook niet echt mijn ding. Maar ik moet zeggen, ze heeft er best wel grappige dingen tussen zitten. Dus die heb ik ook maar op volgen geklikt. Dus zo zoek ik wat bekende mensen om te volgen die wat leuke dingen maken. Ik heb hier en daar een paar vrienden ben ik tegengekomen of die kreeg ik dan als suggestie. Dus die heb ik ook toegevoegd. Dus mocht je erop zitten, nou zoek me op en stuur me maar een uitnodiging. Dat zeg ik, ik doe er niet gek veel op, maar ja, ik wil proberen af en toe in ieder geval iets te plaatsen. Ja. Dat is het nadeel van video. Ik kan jullie nu niet vragen, goh, heb jij nog wat te vertellen? Nee. Nee. Mensen denken wel eens, oh ja, makkelijk vloggen. Nou, soms. Soms. Als het gewoon lekker vanzelf komt, ja. Dan kan ik het wel makkelijk vinden. Maar, ja. Je hebt echt momenten zoals dit. Dat je denkt van, ik heb het gevoel dat ik wel iets wil zeggen, maar ik weet niet wat. Good morning! Nou, ik ben niet alleen bij de keuken, want ze zijn de dakgoten aan het vervangen. Ik ben wel blij om. Ik vraag me alleen af, want ik zeg, hoe gaan jullie dan achterkomen? Want ze zetten hele stellages neer. Oh, via de buren. Ik denk het niet. Eerlijk gezegd dat gaat lukken, want ik zou echt niet weten hoe ze hier een stellage neer kunnen zetten. Ik heb namelijk geen achteringang. Dus het is gewoon helemaal dicht. Maar hij zegt, ja, maar bij de buren die hebben een laag stuk. Daar kunnen we overheen of zo. Nou, dat zie ik dus echt niet. Oké, nou. Ze tillen dus alles hier overheen. Dus ze hebben dan een deel bij de buren staan. Een andere deel hier. Ik ben benieuwd, jongens. White is the color of flowers in springtime. Red the color of blood through my veins. Blue is the color of when you were leaving. Tell me, let me know what you feel inside. 'Cause you don't know. Het is donderdag. Nou, wat heb ik aan vandaag? Niks bijzonders, jongens. Warme trui. Die was van... Deze was van... Volgens mij was deze van Naked. Die broek die was... Hoe? Weet ik niet meer. Misschien ook Naked? Nee, ik weet het niet meer, jongens. Maar dit is wat ik aan heb vandaag. 2:10, dus ik heb nog eventjes... Even mijn haar snel vastgooi. Ik had mijn haar dus 2 dagen terug. Heb ik het volgens mij gesteld. Ja, mijn haar blijft niet stijl hoor. Maar het helpt wel dat het dus niet zo pluist. En ik moet zeggen. Ik gebruik nu deze van Redken. En ik moet zeggen. Het helpt wel een beetje tegen de pluis, jongens. Het blijft langer pluisvrij. Ook als ik nu buiten loop met Manu bijvoorbeeld en ik kom terug. Natuurlijk zit het niet meer helemaal geweldig of zo, maar het zit ook niet pluis. En dat vind ik wel
Dat vind ik wel fijn. Nou, Kleintje heeft gisteren hier gespeeld met zijn vriendje. Dus ik ga ervan uit dat hij vandaag niet hier gaat spelen. Dat hij, als hij al wil spelen, wat hij bijna elke dag wil, maar dan hoop ik dus dat het bij diegene kan. Maar goed, ik ga nog even wat drinken en ja, kom ik later nog bij jullie terug. Adios. Doei doei. Ben ik weer. Worden jullie me al zat? Nou, even kijken hoor. Het is vrijdagavond. Het is om precies te zijn. Het is al 10:00. Dus, ik dacht, ik ga nog even wat opnemen. Vandaag was mijn nichtje nog even hier. Was gezellig. We zijn naar de kringloopwinkel geweest. En ik heb zowaar deze trui meegenomen. Even kijken hoor. Deze trui heb ik meegenomen. Zit perfect. Hij is een beetje gemêleerd. Beige met een beetje lichtbruinig eigenlijk. Hij is super warm. Ik heb er rode wangetjes van. dus hij is lekker warm. En hij was natuurlijk maar een paar euro. Dus dat is leuk. En ik had een jurkje. Maar die zal ik binnenkort wel even laten zien. Want als ik die nu helemaal aan moet gaan doen. Ik had namelijk mijn andere groene jurkje, die ik een tijdje terug had besteld bij Temu. Toen had ik toch een paar verschillende. Dat waren dezelfde jurken, maar in 3 kleuren. Die had ik in een groenige kleur, in een lichte kleur, die heb ik trouwens al aangehad, en een zwarte. Nou, die groenige, die zat bij mij toch iets te strak, vond ik, onderaan bij de benen. En mijn nichtje, die wilde hem wel hebben. Ik zei, nou, neem maar mee. Dus maar ik vind het wel leuk, die kleur. Ik hou van een beetje dat oud-groene vind ik heel mooi. En ik heb ook een beetje groenig in mijn ogen. En als ik dus groen draag, lijken mijn ogen ook groener. Dus ik heb een andere gevonden bij de kringloop. Met een kool. Er zit een werkje op, zoals je ziet. Maar hij zit perfect. Ik heb een jasje. Ook een paar euro. Deze was van de H&M blijkbaar. Ik zal even kijken of ik hem even aan kan doen. Even kijken. Ja, hij zit gewoon perfect. Vind ik. Hij valt net een beetje boven. Moet ik het zeggen? Boven de heup. Dus niet op het brede deel, maar net daarboven eigenlijk. Een beetje kruising tussen een riplookje en een suède lookje. Daar zit het een beetje tussenin. Maar ik vind hem heel leuk en hij zit precies goed. Dus ik kan hem zowel dicht als gewoon open. Maar ik dacht voor de zomer. Het is wel leuk als ik dan niet mijn trenchcoat aan heb. Dan had ik nog bij, waar was dat? We waren even langs de Ethos. Ik weet niet meer waarvoor. Maar daar zag ik wat petjes hangen, dus ik heb 2 petjes mee. En dat vind ik wel leuk, want ik had alleen een grijze. Dus ik heb deze, het is ook weer een groene. Cute, huh? En deze. Cool, huh? En deze trui, ja, het ruikt naar wasmiddel. Dus ik heb hem gewoon aangedaan. Normaal was ik altijd alles eerst. Zeker van een kringloopwinkel. Ik vind dat een heel viezig idee. Maar hij ruikt echt alsof hij net gewassen is. Dus ik dacht, ik vind het goed. Ik doe hem gewoon aan. I don't care. Ik moet morgen toch douchen. Oh, ik heb wel nog iets trouwens. Want wat zag ik daar staan voor 4 euro? Een Carmen set. Hij schijnt echt, het is echt een Carmen set. Geen idee of ik hier wat mee kan hoor, jongens. Morgen gaan we naar een andere kringloopwinkel. En die zit ergens bij de binnenstad. En dat is een heel leuk idee. Ik had het volgens mij laatst ook al genoemd. Dan moet je dus 2 euro betalen bij binnenkomst. En dan mag je een Big Shopper pakken en die mag je helemaal vullen. Nou, als ik zie wat mijn nichtje daar allemaal al vandaan heeft gehaald. Die heeft allemaal nieuwe kleding. En het meeste komt dus allemaal daar vandaan.
En er zitten echt leuke dingen tussen, ook met wat zij heeft meegenomen. Dus ze wilde daar morgen weer kijken en ik wil eigenlijk ook wel even kijken. Want dan denk ik, nou, 2 euro, dat is bijna gratis. En dan mag je gewoon een hele Big Shopper vullen. Ja, dan moet ik natuurlijk even gaan kijken. Ik bedoel, dat is zonde als ik daar niet af en toe even binnenloop. Het punt is alleen, ze zijn geloof ik, volgens mij was het dat ze alleen op zaterdag open zijn. Van, wat zei ze nou? 9 of 10 tot 1. Nou, verder is het lekker rustig en heb ik niet zoveel te vertellen. Nee. Ik denk dat ik vroeg ga slapen. Hoe laat is het? Hoe laat was het nou? 10 uur. Het is nog niet super laat, dus ik denk dat ik lekker vroeg ga slapen. En ik moet morgen met de bus. Oh ja, dat had ik nog niet verteld. Mijn uitlaat hangt los onder de auto. Hallo jongens! Oh my god! Kijk eens even naar buiten! Lente! Oh! Het is lente! Ik ben net helemaal vanuit het centrum naar huis gelopen. Ik ben hartstikke moe. Ja, de bussen gingen niet allemaal. Want ze hebben wielrennen of zo hier. Dus ik moest uiteindelijk lopen. En we hadden al zoveel gelopen. Dus ik ben kapot. Ik heb mijn benen bijna. Ik heb er gewoon moe mond van. Ja. Oh, maar wat is het lekker weer. Oh, het is echt heerlijk. Ik heb het bloedheet. Ik heb gewoon zo gelopen. Zonder jas, met mijn mouwen omhoog. Het is bloedheet, jongens. Bloedheet. Maar ik heb het bloedheet. En het is heerlijk buiten. Echt heerlijk. Nou, ik heb even met mijn nichtje. We zijn in dat winkeltje geweest. Nou, er hing nu bijna niks. Dat was jammer. Dat was jammer. Ik heb wel wat meegenomen. Want ja, je betaalt wel entree. 2 euro betaal je. En dan mag je dus zo'n Big Shopper vullen. Nou, mijn jas onderweg uitgedaan. Omdat het bloed heet. Ik heb... Ja, voor Kai. Ik wilde juist voor Kai kijken nu. Nou, er hing gewoon bijna niks. Maar goed, ik heb zo'n truitje voor hem meegenomen. Aangezien hij ook truitjes niet zoveel heeft. En zo'n truitje. Deze is wel leuk hoor. Het is een hoodie. Ziet er ook goed uit nog. Deze is van... Waar is die van geweest? Van de Wii. Maar die is wel leuk. Ja, dat gaat hem leuk staan. En een broek had ik nog gezien, maar... Ja. Ja, hij ziet er echt nog wel goed uit. Gewoon een blauwe broek. Ik hoop dat hij hem past. Nou, en ik heb nog even een deodorantje gehaald. Bij de Kruidvat. Is het Kruidvat? Deze rook op zich wel lekker. En... die ik nu heb is ook een natuurlijke, maar die vind ik echt niet lekker. Dus even kijken of deze misschien beter is. Deze is van Green Fusion, Ben and Anna. Natural deodorants. Natural bar? Wat staat er nou? Natural. Ik kan het niet eens lezen. Maar goed, hij rookt wel lekker. Nou, ik ga deze gewoon proberen. Ik heb het bloed heet. Het was hartstikke druk ook. Want ja, wielrenners. Dus heel veel was afgezet. Maar dan is het wel druk. Want ja, het is weekend. Dus ik snap ook niet dat ze dat precies in het weekend op een zaterdag doen. Outfit of the day. Dat is gewoon... Oh, dat kun je nu niet zien met die zon. Maar dat is gewoon mijn lichte broekje heb ik aan. Die trui van die andere kringloop heb ik aan. En mijn petje. En mijn sneakertjes. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night. Trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my.
It's what you do. Hallo! Het is zondagmiddag en ik heb alvast een beginnetje gemaakt om de tuin lente klaar te maken. Ja, I did! Yes, I did! Dus het terras is in ieder geval, nou ja, het is niet helemaal schoon. Moeten we eigenlijk binnenkort, als het echt mooier weer wordt, moet eigenlijk de vloer even goed schoongemaakt worden, de planken. Het bankje moet eigenlijk even goed schoongemaakt. Maar goed, in principe kan ik de kussens neerleggen. Kijk. Er ligt nog een beetje troepjes. Ik heb het meeste eraf gehaald, maar ik heb het kleed even omgedraaid, want deze kant was nog schoon. De andere kant was echt vies. Dus ik dacht dat ik moet een nieuwe halen, maar toen ik hem omdraaide bleek de achterkant wel schoon. Dus ik heb hem gewoon omgedraaid. Nou ja, dit moet allemaal weg, jongens. Dit moet allemaal weg. De parasol moet weg. Want ik heb nu natuurlijk mijn ding helemaal. Mijn douche heeft iemand, ik weet dus niet wie. Er zijn een aantal dingen gebeurd hier in de tuin. De afgelopen maanden. Het ding is opgehangen. Toen is er van alles aan de kant gezet, denk ik. Ik heb nu nieuwe, dit zien, nieuwe dakgoten. Nou, dat is de afgelopen dagen geweest. Toen is er nog meer de tuin ingekwakt. Wat is er nog meer gebeurd? De zonnepanelen een tijd geleden. Nou ja, al die zooi is dus gewoon in de tuin gekwakt. Dus mijn tuindouche is gewoon door het midden kapot. Ja, dus ik heb een nieuwe moeten bestellen en ik heb het wel gedaan. Ik heb een ietsje duurdere. De vorige was wat goedkoop. Maar die was ook best wel gammel. En hij deed prima hoor, maar hij was vrij gammel. Dus ik heb een ietsje duurdere nu. Nog wel betaalbaar, maar duurder dan die ik had. Maar het is hier redelijk netjes voor nu. Het tafeltje moet nog weg. Die is helemaal kapot. Nou ja, die zooi moet weg. Ja, en dan moet de tuin gedaan. Ik ben bang. Ik ben bang dat ik weer gras moet gaan maaien. Ja, dat was vorig jaar wel een gedoetje, want dat duurt ontzettend lang hier voordat er überhaupt wat opkomt. Ik heb een keiharde grond. Maar ja, ik ga het wel weer proberen. Ik heb mijn trampoline op Marktplaats staan. Kun je hem zien, achterin? Die staat op Marktplaats, maar nul reacties nog erop. Ik wil hem in ieder geval hier weg hebben. Misschien, als ik de voortuin leeg heb, dat hij daar helemaal in de hoek bij de schuur kan. Maar ja, dat kan voorlopig dan nog niet. En het nadeel is, hij moet dan helemaal uit elkaar. Dat wordt een heel gedoe, denk ik. Ja, maar ik wil hem het liefste hier weg. Als ik hem hier weghaal, dan heb ik meer dan 2 meter, misschien wel 3 meter, heb ik extra naar achteren toe. En dat zou betekenen dat we dit jaar makkelijk een zwembad van 4 meter kwijt kunnen. Vorig jaar hadden we 3 meter. Nou, die is helemaal kapot gegaan, want
Ja, die zouden we schoonmaken en dat is er toen nooit meer van gekomen. Dus die heeft heel lang over de trampoline heen gehangen. Nou, hij was zo goor geworden en ik denk ook helemaal uit model. Want hij heeft echt aan hoeken gehangen en ja, die zag er niet meer uit. Dus die moest weg. Ja, alles wat ik ervoor gekocht had, het zeil en zo, nou, dat kan ik ook allemaal weggooien. Dus ja, we gaan het zien. Maar ik hoop dat dat ding daar weg kan. Dus goed bezig, Ikke. Vind ik wel. Ja, nou, outfit of the day? Pyjama. Ja, ik loop gewoon in mijn kloffie. Dus ik heb gewoon mijn pyjama broek aan en een truitje wat ik altijd eigenlijk meestal onder mijn kleding draag. Je kunt hem ook gewoon dragen. Het is een soort, hij heeft een beetje een, kun je dat zien? Hij heeft een beetje een ripje. Dus je kunt hem ook gewoon dragen. Maar ik gebruik ze ook heel veel onder mijn kleding. Yeah, it's a real Sunday and I'm enjoying it. Ja, dat is het. Ik weet niet wat het is. Sinds ik van de flat weg ben, ben ik wat minder goed met mijn plantjes. Ik weet niet waarom. Ik heb op de flat op een gegeven moment 100 gehad, hè? Meer dan 100. En toen had ik ook heel veel stekjes en zo. Ja, toen had ik zo ontzettend veel planten. Ik heb er zo ontzettend veel en weggedaan en die dood zijn gegaan toen ik eenmaal, ja, zijn er toen heel veel dood gegaan toen ik in het ziekenhuis lag. Nou, daarna zijn er nog meer dood gegaan en uiteindelijk ben ik gewoon gaan kijken, oké, welke wil ik echt houden en welke vind ik is niet zo bijzonder. Toen heb ik er ook nog weer heel veel weggedaan. Ja, en wat ik nu over heb, moet ik eigenlijk even weer wat beter voor gaan zorgen, want ik weet nog niet wanneer die online komt. Het zal denk ik niet meer dit weekend zijn, want ik denk niet dat ik het vandaag red. Maar ik doe het zo snel mogelijk. Dus sorry als die wat later is. Maar volgens mij had ik de vorige keer een paar redelijk dicht achter elkaar, toch? Hi! Lekker hoor. Ik ben ondertussen nog even verder gegaan hier. Ik heb de planten allemaal water gegeven. Dus als het goed is, staan deze bladeren straks weer normaal. Meestal gaat het vrij snel, kwartiertje, half uurtje. Ik heb toch even het haartje aangedaan, gewoon omdat ik het lekker vind. Het begint een beetje af te koelen en ik heb de hele tijd de deur open gehad. Ik heb heerlijk even buiten gezeten daar straks, want oh my lordy jongens, het is echt zo lekker weer geweest vandaag. Nog steeds, nog steeds. Sun's going down. Mooi hè, die wolkjes. Geweldig. Ja, nou ik ben blij dat ik dit toch even heb gedaan vandaag. Want het is een stuk beter. De vloer ook. Hij is niet helemaal schoon, maar wel geveegd. Het scheelt echt. Ja. Ja, nou is lekker rustig. Ik ga zo even lekker wat drinken. Ik weet eigenlijk niet eens hoe laat het is. Ik weet eigenlijk ook niet waar ik mijn telefoon heb neergelegd. Die ben ik echt continu kwijt. Oh, die heb ik aan de lader gelegd volgens mij. Het is al 5:30. Ik begreep van Arjen, die vriend van ons, dat hij hier wilde eten. Dus ik hoop wel dat hij zo komt, want ik wil eigenlijk vroeg eten. Ik wil sowieso proberen om weer vroeger te gaan eten. Dus ik wil gewoon rond 5:00 gaan koken en uiterlijk 5:30 eten. Ik weet, het is vroeg. Het zijn Hollandse tijden. Ja, I know, in Portugal eten ze pas na 8:00 ergens. Volgens mij komt hij daar aan. Dus ja, dat deden wij vroeger ook. Maar ik merk gewoon... ik kom niet meer in het goede ritme als ik niet eerder ga eten. Dus ik wil proberen echt uiterlijk 5:00 te beginnen met koken. Het liefst iets eerder zelfs, zodat we gewoon uiterlijk 5:30 kunnen eten. Zodat we ook nog wat aan de avond hebben en Kai ook. Ik bedoel, nu is hij er nog niet, maar ja. Good morning! Ja, het is nog ochtend jongens, ja.
Ik heb wel even gelegen vanochtend, maar niet heel lang. Nee, een uurtje. Een uurtje. Outfit of the day. Nou, dit is mijn outfit of the day. Ik heb mijn laarsjes aan. Ik heb een dikke panty aan. En dit is dat nieuwe jurkje van de kringloop. Cool, hè? Ja, ik vind hem echt heel leuk. Het is eigenlijk een M, maar dat vind ik niet erg. Want ik vind het wel lekker dat hij een beetje ruim zit. En zoals je ziet, hij valt net boven mijn knie, deze. Maar, nou, leuk toch? Oh ja, boeiaka, boeiaka. Ja, ik vind het echt leuk. Mijn schoenen zijn schoon. Ik heb gecheckt, want ik heb gisteren gedweild en alles. Dus ze zijn schoon, dus ik kan ze wel aan. Maar het is toch leuk? Ja, groen. En ja, zelfs mijn pet past erbij. Maar die ga ik nu niet opdoen, hoor. Die ga ik nu niet opdoen, maar zelfs mijn pet past erbij. Ja. Ja, het is maandag alweer. It's Monday! Ja, het is alweer maandag. Nou, ik heb dus even gelegen. Ja, nou, ik ben net klaar. Een beetje gefatsoeneerd. En ja, ik ga even lekker wat drinken. Ik ga even lekker wat drinken. Ik moet straks wel nog even wat was doen. Ik ben er bijna doorheen. Ik moet nog witte was. En dan is het klaar. De rest heb ik allemaal netjes opgeborgen. Kai heeft vandaag zijn nieuwe trui aan. Ook die van de kringloop. Staat hem onwijs leuk. Heel cool. Toevallig ook groen. Maar dat is niet bewust, want er hing gewoon letterlijk verder niks. Ik zag deze hangen. En ik pakte hem er zo tussenuit om te kijken. Ik dacht, ja, die is leuk. Die gaat hem leuk staan. Toevallig groen. Maar ja, staat hem erg leuk. Ja, heb ik nog wat te vertellen? Nou, ik heb niks meer van de Mac gehoord of zo. Ik vind het ook helemaal prima, jongens. Ik ben er een beetje klaar mee. Ik ga gewoon nooit meer naar de Mac. Nee, Kai vindt het ook gelukkig niet erg. Want die had laatst een burgertje gehad van de Burger King. En die vond hij heel lekker. En weet je, de patatjes zijn eigenlijk hetzelfde. Dus nou, Kai vindt het niet erg. Die heeft echt zoiets van... De Burger King is nu gewoon onze favoriet. Ik zeg, ja, precies. Maar ik heb er niks meer van gehoord, in ieder geval. Ik zat te twijfelen, want ik heb vanochtend een waifu'tje gehad. Ja, die haal ik af en toe nog steeds. Ik vind ze heerlijk. Ik kan het niet laten. Ik heb geen samenwerking meer, maar ik vind ze wel nog steeds lekker. Dus af en toe haal ik ze nog. Dus die heb ik al gehad. En momenteel neem ik ook die shakejes, hè. Die... Als ik verder niks heb, dan maak ik zo'n vanille eiwit shake. Gewoon van de supermarkt, jongens. En dat zei ik laatst al, het zal vast niet heel gezond zijn, want normaal zijn ze ontzettend duur. En deze viel wel mee, dus ja, er zal vast troep in zitten. Maar ik vind het heerlijk. Banaantje erdoor. Ja, lekker. Maar ik heb eigenlijk niet zo'n zin om die te maken nu. En ik heb vanochtend al een waifu'tje gehad, dus ik denk... Ik denk dat ik gewoon een bakje koffie doe. Ja, ik ga een bakje koffie doen. Ja, en dan moet ik even boven nog aan de gang. Want ik wil boven ook eigenlijk even stofzuigen. En er moet even een witte was in. Ja, voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Ik heb gisteren de planten nog water gegeven. Kijk, dus die staan weer wat normaler. Kun je het zien? Die hingen helemaal slap. En nu hangen ze weer normaal. Dat gaat zo snel dat het weer hoeps omhoog komt. Echt, vind ik altijd zo bijzonder om te zien. En nou, ik heb gisteren zelfs in de tuin gezeten, jongens. Het was heerlijk. Er stond even geen wind. Het voelde echt even als lente. Oh. Ja. Ja, en ik had natuurlijk opgeruimd buiten. Althans, deels alvast. Want de tuin zelf moet nog helemaal. Ja, en ik wil van die trampoline af, want Kai die gaat er eigenlijk nooit meer op. Maar hoe dan ook, hij zal dan eerst uit elkaar moeten. Als hij daar past, zal hij weer in elkaar moeten.
Ja, dat wordt een heel gedoe. Dat wordt een heel gedoe, denk ik. Maar goed, mocht hij weg kunnen, nou ja, dan kunnen we het zwembad komende zomer wat beter neerzetten. En als we willen, kunnen we zelfs een zwembad van 4 meter doen in plaats van 3. Maar goed, dat weet ik nog niet. Ik weet ook nog niet of ik het geld ervoor heb, hoor. Ik ga even een bakje koffie zetten. En ja, ik denk dat ik hem ga afsluiten. Ik heb geen idee wederom hoeveel ik heb. Maar ik denk dat ik hem ga afsluiten, want ik heb wederom wel een paar keer flink gepraat. Dus ik verwacht, dat ik weer meer dan genoeg heb. Ik ga hem afsluiten. We zien jullie heel snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei doei! Don't give up.